Hallo mensen en welkom bij deze, nou eigenlijk eerste aflevering van tutorials. Ja. Yeah. Ik ben hier met Erwin. Jojo. En wij gaan deze tutorial beginnen met Arrival Bay voor de train station. Wel een aankomsthal van het treinstation. We hebben een nieuw concept. Een concept bedacht. Nou, ik weet niet of we het bedacht hebben. We zijn erop gekomen. Heeft gedaan. Jammer voor hun. Maar wij gebruiken hem ook in de Imperia server. Dat leek ons wel handig om jullie uit te leggen. Hoe het werkt. En hoe het maakt. Ja. Oh, we vergeten de sandstone helemaal. De soul sand. Nou. Waar we mee beginnen is... we beginnen gewoon met de sandstone waar het karretje op valt. Soul sand. Jezus. maakt niet uit. Het blijft gewoon een stom woord. Nou, dit die blokken eromheen, dus die stone slabs, die zorgen ervoor dat mijn karretje er niet uit kan als hij erin komt. Toch? Ja. Dat is het karretje er helemaal in zit, dat je hem niet alle kanten op kan duwen en dat het veilig blijft. Yep. En we hebben het eigenlijk zo geprobeerd dat... dat alles, zeg maar, zo veilig mogelijk is, zeg maar, dat je niks kapot kan maken. Of dat je niet, dat er niet een fout komt in het systeem, zeg maar, dat je bijvoorbeeld opeens bij alle bij de reserve minecarts bijvoorbeeld komt, of... Dat betekent dus dat die kan gebruikt worden in servers, en dat het gewoon, gewoon veilig is om te gebruiken. En, we hebben dus nu ook eentje in het treinstation... bij ons in Tyrus. Moeten ze binnenkort allemaal vervangen. Ja. Maar dat komt wel. Nou, we zijn er eigenlijk een beetje op gekomen om het te vervangen doordat de oude niet meer werkte. Door een patch, toch? Ja. Nou, het was ook... soms bleven karretjes hangen en dan zit je weer met dat probleem. Ja. Dus, hebben we een beetje eigenlijk... zijn we een beetje gaan proberen een nieuw ontwerp te bedenken. Kan weer op. En hier zijn we mee begonnen. Komen. Ja. En Nou ja, we gaan nog veel meer van dit soort dingen doen. Ja. Gewoon de dingen die je niet vaak tegenkomt in Minecraft, maar wel leuk zijn om te weten. Gewoon bijvoorbeeld, je denkt, ik wil mijn eigen treinstation maken, maar ik heb geen idee hoe het moet, hoe het veilig moet, zoals wij zeg maar dus nu hebben. Nou ja, dan kan je hier kijken en denk je van, handig. En dat helpt een heleboel. Helpt meestal wel. Zo. Ja, de rails hieronder, die zijn ervoor, want zo, je ziet hier dus nu een piston. Die piston, die zorgt ervoor dat de soul sand weggaat. En dat het karretje dus naar beneden valt op de rails. Dan rijdt hij weg. Ja. Jij hoort dan natuurlijk niet meer in dat mijn karretje te zitten. Daar hebben we ook iets op bedacht. Ja, dat gaan we zo ook even maken. Joep. Zo, een ijzeren deur. Lekker veilig. Maar ik wil erin. Ik kan er nu niet meer in. Dit kun je altijd naar je eigen smaken in jezelf bepalen hoe dit eruit ziet. Ja, we hebben het nu bijvoorbeeld gemaakt van sandstone. Dat denk ik zo grappig. Maar bij ons eigen treinstation is hij gemaakt van wooden planks. Nee, van glas. Van glas en wooden planks en glowstone. Veel variatie in blokken. Yep. Dan moet je maar zelf kijken als hij eenmaal online is. De aankomst, denk ik. Nog, ja. Ja, nee, dat komt. Komt vanzelf allemaal rustig aan, Erwin. Je wilt te snel, Erwin. Ja, maar ik wil het ook snel. Snelle treinkaart. Kijk. Hé, ik kan het nu niet... Oh ja. Ja, dan gaan we even kijken. Dan, Erwin, ga er eens in staan. Ja, ik laat wel even zien. Dan zullen we demonstreren wat de redstone, wat ik net gemaakt heb. Als je goed gekeken hebt, dan kun je zien wat er gebeurt. Kijk, normaal zou ik hier nu in een minecart zitten. Ga ik dus uit de minecart. Dan kan ik eigenlijk nergens een kant op, behalve daar naartoe. Ga ik daar naartoe? Ja, lukt niet. Hier.
dan kan ik er nu niet meer in. En je zag heel snel, zag je de Soul Center, zag je verdwijnen. De deur is open, ik kan hier niet meer in totdat ik van deze perspit afga. Dus ik ga er hier vanaf. Deur sluit. De Soul Center komt op zijn plaats en de minecart die rijdt weg. En laat het nog een keer zien voor de Soul Sand, voor de mensen die het nog niet gezien hadden. Ja. Ho. Oké, dat kan ook. Nou, dat is niet helemaal. Je moet niet vliegen, hè, Erwin. Nee. Zo, heel Erwin. snel. Ja, nee, ik Het ging meteen in één keer. is heel gevoelig, heel Oké. gevoelig. Ja, oké, let Oké. goed op de zolzend. Je zag dat hij even open gelijk weer dicht ging. Dat komt door deze flasher. Die zorgt dat er een ruimte van één tik tussen zit. En dat zorgt dat hij open en dicht gaat. Deze Ja. rails blijft bijna altijd aan. Behalve als de Soul Sand weg is. Daarna gaat hij gelijk weer aan. En nou ja, dat hij zo snel heen en weer gaat, dat is handig voor als want je zit natuurlijk dan nog in die minecart. Nou, sommige mensen die klikken per ongeluk bijvoorbeeld op een minecart. En dan rijdt de minecart bijvoorbeeld normaal weg en dan gaat er iets fout. Nou ja, dat kan nu bijna niet. En we hebben zelfs er ook nog iets op bedacht, zodat als je het toch voor elkaar krijgt op de een of andere manier om het fout te doen, nou ja, dan kom je weer automatisch terug aan het begin. Maar dat maken we hier nu niet bij, denk ik. Ja, Kunnen we wat doen? dat kunnen we wel doen, maar dat is niet. Laten we zo zien. Nou, je kan eigenlijk van alle kanten aankomen, al maak je hier een spoor. Je kan ook hier een spoor maken. Wacht, ik zet even normale rails neer. Nee, verkeerde. Deze dan. Nee, verkeerde. Deze. Zo. Nou. Wacht hoor. Oh, ja. Dan laten we het nu zien met een karretje. Ik ga erin zitten. Nou, dan geef ik maar een duwtje. Hij zit nu vast met zijn karretje als Erwin nu uitstapt. Oké, ik stap nu uit. En hij probeert heen en weer te lopen. Kun je zien dat het karretje nergens heen gaat. Dus dat is veilig. Dan kan hij je niet Ja. opsluiten. Dus, nou, nu stap ik op de pressure plate. Wat niet. Je Oh, moet wacht, even ik vlieg opnieuw, nog. ja. Ja. En hij stapt en het karretje gaat eronder uit. Hij wordt eruit geduwd. En het Soul Sand gaat allemaal weer op zijn plaats. En het karretje is er veilig uit. En hij is klaar voor de volgende Gebruik. gebruiker die eraan komt. En nu voor de mensen die bang zijn dat mensen nog snel genoeg zijn om het karretje weer in te gaan. Tijdens dat het Soul Sand open is. Dus dat betekent dat er als er mensen gewoon hieronder kunnen lopen. Dan is het niet heel moeilijk. Wat we doen, we maken een prison detector. Dat doe je door middel gewoon van een kleine helling. Met een fence post, dus een hekje, die zet je er bovenop en Vliegende stokje. vliegend stokje. Dan neem je een stenen pressure plate, want een houten die gaat zelfs aan als een karretje langs rijdt, dus dan neem je een stenen Yep. en dan zorg je dat je hier een wisselbaar parcours hebt, dus je gaat een twee kanten. Zeg maar, als er niemand in zit, gaat hij bijvoorbeeld naar links toe. Als er wel iemand in zit, naar rechts. Ja, precies. Moet hem even eentje naar achter doen, anders heb ik te weinig ruimte. Komt precies uit. Ja, nee. Komt precies uit. Het is precies hoe het bedoeld is, hè? Ja. Zo doen we dat. Zo. Oké. En wat ik dan altijd doe, Ik ga alvast is. in bij mijn car zitten. Oké. Zo, dan nemen we nog wat redstone. En als het goed is. Oh, nou, dat doe ik dan weer verkeerd natuurlijk. Zoals altijd. Altijd. Hij was wel goed, Erwin. Ja? Ik heb een fout gemaakt. Nee. Dan maken we een wisselbaar snoer, zo. Het is een mooie dag in onze server. De zon schijnt. Weinig bewolking. Veel creepers. Wat een prachtig dag. Dus Prachtig. als je dus. Als er gewoon een karretje langs rijdt, dan gaat hij deze afslag naar rechts. En als zit er iemand in het karretje, dan zal ik even kijken als ik er dichtbij ga vliegen. Oh, het is precies andersom. Als het karretje leeg is, gaat hij rechtdoor. En als het karretje vol is, dan gaat hij naar rechts.
Je kan het ook andersom doen. Dat doen we door middel van... Ja, gewoon het ding andersom. Precies. Ja, dat, ja of... Ja. Ja, het kan. Oké, Erwin. Je hebt het door. Nee. Maar dan doen we... Dan maak je gewoon het snoer verder met een torch. En als er nu iemand ingaat, dan gaat hij rechtdoor. En dan werkt hij precies hetzelfde. Nou, nu gaan we het weer proberen met een karretje. En dan gaat Erwin proberen eerst een keer uit het karretje. En dan... Gewoon normaal, zoals hij bedoeld is. Zoals het hoort. Dus ja, op. Oké, okay. Ik zit er nu, sta ik op het karretje. Ik stap eruit. Knal, knal, knal. Het karretje gaat verder, hij gaat naar rechts. Oké. Okay. En alles gaat weer dicht. Zoals het even terug. Ik ga weer in het karretje. Yay. Oké, okay, en nu... Het wordt lastig, want het gaat heel snel. Hup. Ja, yeah, ik zit erin. En dan gaat rechts. Dat is... Wacht even hoor. Erwin, wat doe je nou weer fout? Maar... Ja... Je ging te snel, hè? Nou en... Oké, nog een keer. Dus nu hoor je naar rechts te gaan. Nu hoor ik naar rechts te gaan. Dus eerst ga je zonder karretje. Dus eerst ga ik gewoon uit? Ja, eerst ga je er gewoon uit. Huppa! En het karretje gaat rechtdoor. Yeah! Oké, ga ik erin zitten. Vaak met de torch zit er net een tijdje tussen voordat hij verder gaat. Dus dan duurt het weer wat langer om hem over te schakelen. Dus dan als je karretje snel gaat, dan pakt hij hem niet. Dus oké, nu... Dat hij zo snel mogelijk is. Nu moet ik erin, hè? Nu moet je er proberen in te gaan, ja. Zit ik erin? Ja, ik zit erin. Nee, gaat rechts. Nou, en dat is wow. Ja, ons ding. Ons bedacht systeem. En nou ja, we hopen dat jullie ervan genoten hebben, ervan geleerd hebben. En bedankt voor het kijken. Nou, tot de volgende keer. Like, subscribe, appeltaart, koek, dingest, alles. Koekkruimel van de markt. Heerlijk. We hopen dat jullie de volgende keer ook kijken. En fijne dag verder. Pas op.